Het is nu winter, dus de bomen die hebben hun bladeren inmiddels lang verloren. Wat je wel ziet is dat aan de takken eigenlijk al knoppen zitten. Aan het uiteinde van zo'n tak zit altijd de eindknop. En die eindknop, daar gaat die tak straks uit uitlopen in het voorjaar en dan wordt die tak weer langer. Er zijn ook een heleboel zijknoppen te vinden. En die zijknoppen, daar kunnen zijtakjes uitkomen en daar kunnen ook weer bladeren uitkomen. En veel van die knoppen zijn bijvoorbeeld gemengde knoppen, waar zowel een blad uitkomt als een takje. Nou, als je heel goed naar die knoppen kijkt, dan zie je dat die knoppen allerlei schubben hebben. En die schubben die zorgen ervoor dat de knop beschermd is. Bescherming tegen uitdroging, bescherming tegen de kou, zodat hetgeen wat in de knop zit, de winter wel gaat overleven. Als je naar zo'n tak kijkt, dan kan je ook zien hoeveel zo'n tak in een jaar gegroeid is. Of hoeveel die 2 jaar geleden in een jaar gegroeid is. En dat kan je zien omdat aan zo'n tak nog allerlei ringlittekens zitten. Die ringlittekens, dat zijn eigenlijk de plekken waar de schubben van de eindknop hebben vastgezeten. Nou, die schubben zijn er afgevallen. En daar vind je dan nog een soort groeven terug in die tak. En zo lang was die tak dus aan het einde van het jaar. Ga je een stukje verder terug op die tak, in dit geval hier, dan zit daar ook een ringlitteken. En dat betekent dat in dat jaar die tak dit stuk erbij heeft gegroeid. Nou, op zo'n tak vind je ook nog andere littekens. Bijvoorbeeld hier zit een bladlitteken. En dat bladlitteken, dat is in feite het restant van wat er is achtergebleven nadat het blaadje is afgevallen. Ik heb hier een stuk hout doorgezaagd en dan kan je de jaarringen goed zien. Die lichte en die donkere ringen die je in het hout ziet, die vormen samen een jaring. Nou, hoe groeit zo'n boom nou? Aan de buitenkant van de boom, vlak onder de schors, daar zit een groeilaag en daar worden eigenlijk steeds nieuwe cellen gemaakt. Nou, zo'n boom begint te groeien in het voorjaar, want dan heeft hij weer bladeren, dan wordt er weer energie gevormd waarmee die nieuwe cellen zou kunnen maken. En in het voorjaar is er ook heel erg veel water beschikbaar voor zo'n boom. Dus als die boom dan gaat groeien, dan worden die nieuwe cellen eigenlijk heel erg lang. Ze zuigen zich vol met water, dat noem je celstrekking. En door die celstrekking krijg ik in feite een grote cel met in verhouding weinig celwand. En dat levert lichtmateriaal op. Nou, naarmate het jaar vordert en we naar de zomer gaan en vanaf de zomer richting de herfst. In die zomer dan is het nog steeds lang genoeg licht. Alleen water begint op een gegeven moment een probleem te worden voor die boom, omdat het erg warm is en er veel water verdampt. En dat betekent dat als er weinig water is, dat die cellen minder groot worden, er is minder celstrekking. En dan krijg je een gedeelte van het hout dat donker van kleur is. Nou, naarmate het jaar nog verder vordert en het najaar er is, dan zullen de bladeren natuurlijk van de boom vallen. En dat betekent dat in het najaar er helemaal geen nieuw hout meer wordt gevormd. En op een gegeven moment in de winter natuurlijk ook niet meer. En het nieuwe jaar heb je weer een lente, wordt er dus eerst weer licht hout gevormd. En in de zomer wordt er weer donker hout gevormd. En dat betekent dus dat zo'n lichtstuk en zo'n donker stuk samen, dat is één jaring. Nou, dit stuk hout heb ik net doorgehakt. En je kan hier heel erg mooi zien hoe zo'n zijtak nou eigenlijk aan die stam vastzit. En heel veel jaar geleden was die boom natuurlijk een stuk dunner. Hij is steeds groter geworden omdat het groeilaagje onder de schors steeds nieuwe cellen aanmaakte. Maar ergens in die eerste jaren is deze zijtak al gevormd. Die zijtak die maakt natuurlijk een tak deze kant op. En die boom die is eigenlijk steeds verder naar buiten gegroeid. En met als gevolg dat je die tak eigenlijk helemaal vanaf de binnenkant van die boom naar buiten ziet gaan. En die tak die loopt dus eigenlijk gewoon door de stam in.